We hebben natuurlijk al gehad over allerlei soorten make-up. En met name als het gaat om fotografie, over een dag make-up, alle basisdingen die je moet weten. En een van de andere basistechnieken die heel belangrijk is, is eigenlijk aan de andere kant van dat dag make-upje spectrum. En daar gaat het om de grote ogentechniek. De grote oogtechniek zie je eigenlijk met name in de theater of bij bijvoorbeeld een catwalk. En wat je eigenlijk doet is ervoor zorgen dat jouw make-up van weet ik hoeveel meter ook nog steeds zichtbaar is. En dat betekent dat je natuurlijk een heel ander soort techniek moet gaan gebruiken. En een van die dingen daarvan is dus de grote oogtechniek. Dat is de basis die je moet kennen als visagist. En vanuit daar kan je natuurlijk dan weer doorwerken en andere dingen maken. In de theorie staat er ook van alles over de grote ogentechniek, of eigenlijk zoals het hier omschreven staat, catwalk en theater make-up, show make-up. En wat je heel veel natuurlijk wel ziet, ook in andere video's van beauty YouTubers, dat soort dingen, is eigenlijk een cut crease. En dat is ook wat dit is. Eigenlijk zorgen we ervoor dat de vouwlijn van het oog net op een andere plek zit, waardoor van afstand het oog een heel stuk groter lijkt. Daarnaast is het natuurlijk belangrijk dat je de make-up relatief zwaar of dik aanzet. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een catwalk, dat soort dingen, staan er hele felle lampen op. In een theater staan er ook hele felle lampen op mensen. En felle lampen zorgen er gewoon voor dat een heel groot deel van de make-up al wegvalt. In de les krijgen we natuurlijk, zoals altijd, een demo te zien van hoe het moet van Anouk. En daarin was het ook gelijk belangrijk dat we leerden om goed contrast aan te zetten. Dus we werkten echt met wit en met zwart. Dus een wit koolpotlood en een zwart koolpotlood. En daarin gingen we eigenlijk gewoon een heel nieuw oog tekenen. Of in elk geval qua grootte een heel nieuw oog tekenen. En het is best wel lastig, omdat wat er in mijn geval in elk geval gebeurde, mijn oog er een beetje uit kwam te zien als een vis. En het natuurlijk qua of per oogvorm weer verschillend is aan hoe je dus het oog groter maakt. Als je een rond oog hebt, kan je natuurlijk niet hetzelfde doen als dat je een amandelvormig oog hebt. En wat ook leuk om te weten is, omdat we dit gebruiken bij theater en bij catwalk, is dat het natuurlijk wel twee heel verschillende werelden zijn waar je in zit. Bij een catwalk of bij een fashion show heb je vaak een chef de cabine. Dus dat is één iemand, een hoofdvisagie, die dus heeft bedacht hoe de modellen eruit moeten zien. En dat ga je dan in principe ook namaken. En daar is het achter natuurlijk ook veel hectischer. En moet je echt super snel kunnen werken. Wij hebben in de les al een keer iemand anders een face chart moeten maken, waarin we dus verschillende face charts hadden voorbereid en we het van elkaar moeten maken. En dat is eigenlijk wel een heel uitdagende opdracht om te doen, omdat je natuurlijk altijd heel erg zelf in je hoofd hebt van oh, ik ga dit maken vandaag, en ja, dan kom je in één keer aan en je krijgt gewoon aangeheid van dit moet je gaan maken. En nou ja, hopelijk klopt het dan aan het eind van de opdracht ook. Hoe bouwen we nou zo'n make-up op? Daar zetten we natuurlijk altijd weer gewoon een basis. Alleen wat ik al eerder zei, dan zetten we gewoon een basis die je dus wat zwaarder opzet, omdat je die felle belichting hebt. Vervolgens ga je dus met wit en zwart werken om die ogen heel groot te krijgen. Zorgen dat het ook super symmetrisch natuurlijk is met elkaar. Wenkbrauwen worden nog zwaarder aangezet, dus dat die eigenlijk, omdat je het oog groter maakt, dat die ook groter worden. En wat wij in de les hebben gedaan is op het moment dat we het in wit en zwart aan hebben gezet, dat we het nog met kleur uitgebreider hebben gemaakt. Dus daar meer kleur in hebben gezet, of in elk geval wat je zelf wou. En daar een leuke andere creatie van mocht maken. Helaas hadden we daar niet heel veel tijd voor, omdat toch een heel aantal van ons het toch wel nog lastig vonden om beide ogen goed te krijgen. En toen ging er wat fout met mijn geluid. In elk geval vond ik het een hele leuke les. En is het zeker ook een techniek. Ja, nogmaals, het is gewoon veel oefenen, weer even een beetje kunnen aanvoelen, kunnen zien hoe het gaat. En ik hoop dat ik het in de toekomst ergens kan gaan toepassen bij een leuke fashion show of een leuke theatershow. Mocht je nou meer willen weten over de opleidingen, wat er allemaal gebeurt hier, is een afspeellijst met allerlei verschillende video's over de dingen die ik doe op school. Mocht je verder nog meer willen zien over wat er eigenlijk allemaal gebeurt, kijk dan ook even op de Instagram pagina. En dan zie ik jullie graag over 2 weken weer.